ligt nog lekker op haar dekentje daar. Daar ligt ze dan. Te slapen. Allee, echt, ze is wel wakker, ja. Het is wel schattig om er te zien liggen. Op de kleine koffer. De camera staat niet echt scherp. Ja, nu wel. Dus het is wat schattig om achter te liggen. Eet de poes. Poesekind. Ik heb hier dus een melk die ik ook niet pakken. Melk. Die heb ik al aan gepakt. We zijn nu de Aldi en we gaan nog een laatste. Dus wij staan in een. We doen de cola, één fles is genoeg voor morgen. Dat ook de kernotoer. Of misschien nog een, ja, één fles voor de kernotoer mee te nemen. Dus deze nemen we ook nog mee. En dan nog een fles van, ja. Zo. En dan misschien zo nog een fles. Dan moet ik even zien van de kernotoer. Dus voilà. En dan gaan we ook lasagne halen en dan heb ik alles. Misschien nog iets voor de kat, maar ik denk dat ik dan alles wel heb. Zo, dus dat is wel echt wel anders, want auto's heb ik niks nodig. Dus ik denk wel dat dat is het enige wat ik nog nodig heb, is kool heb ik. Dus dan is het gewoon simpel, de lasagne nog en de... Het is hier wel druk, dus niet iedereen op de laatste momenten blijft van hun boodschappen doen. Nu moeten we alles proberen in de zak te krijgen, want we hebben geen fiets. Alles krijgen. Dus, dat is niet gemakkelijk, maar dat gaat wel lukken. Alles erin te krijgen. Dus nu beginnen met de eieren. En zo. Erin te steken. Even versteken. En weer plaatsen. Zo. Wat zo. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dat we hier plaats hebben om het erin te krijgen. Dat is omdat ik met die fiets ben en nu met die andere. Zo, sleuteltje voor keer. Dus ik moet even zorgen dat je met al een fiets hier parkeert als je niet op doet. Dat is dan dan weer aan mij. De eigen. Dan ga ik weer fiets maken. Tafel, dus het moet ook allemaal zijn. Dus maar eens even bekijken. Alles staat nu in de ijskast. Spijtig van melk, daar moet je naar kijken. Ik heb mijn dopje verloren van melk. Nu is het al spijtig, want ja, dan gaat het sneller slecht worden. Maar goed, alles staat in de ijskast. En dan gaan we nu eventjes tot aan de grote markt. En dan gaan we kijken of daar al heel veel staat voor de kernotoer. Dus we lopen nu op de grote markt rond. Er is nog niet veel te zien buiten een molentje. Daar een viskraam. Kraam. Dat weet ik nog niet, dan moet ik passeren. Want er staat er nog niet zo heel veel. Je ziet dat het allemaal morgen wel wordt opgebouwd. We schoven een beetje uit over de kabel. Maar de rest is eigenlijk niet veel te zien op deze grote markt. Ik denk dat dat splatje staat erop. Splatje is ook een eentje kraam. Denk ik dan. Twee eentjes kraam. Ja, toevallig twee. Dat wordt concurrentie. Dan. Ja. En niet voor mij natuurlijk, maar voor die meneer is dat natuurlijk niet zo ideaal. Twee eentjes kraam, omdat dan, ja, daarvoor gaan ze dan. Sta je. Maar dan gaat dat druk zijn, dus. Nu is het gaan opstellen, totaal niet. Vorige keer was het podium daar, dus ik denk dat het podium daar ook gewoon gaan staan, dat staat thuis. Dus ik denk dat het daar gaat zijn. Dat is allemaal. Dus ik ga straks een video opnemen. Nogmaals om reclame, alleen niet echt reclame te maken, maar ook gewoon mensen
duidelijk te maken dat ze hier kunnen komen om mij te kunnen zien. Dat ga ik straks nog even opnemen. Daar zetten die blauwe zijn echt even makkelijker. Dus ik wou wel goed weer, ik ga wel gewoon deze keer. Geen tweede keer verbrand. Ja, wat dat kraampje is, die dacht ik er nog niet open. Ik heb pas open als zover is. Dus ja. Dat kan ook natuurlijk, dat kun je ook altijd doen. En hier staan dan de toiletten. Publieke toiletten. Dus staan hier. Wel een mooi stadhuis moet ik altijd zeggen. Dat wel. Ik heb nu even jullie verkeerd vast en dat is echt niet goed. Omdat ik jullie verkeerd vast heb, kan je dat even hier zetten. Zo. Want als ik jullie verkeerd vast heb, kan ik niet zo goed filmen. Dus dat is natuurlijk niet zo ideaal. Ja, zo gaat het. Nee, het ging dus niet. Met andere fiets is dat gemakkelijker. Dan met deze fiets, dus we zetten ons even hier neer en we gaan een filmpje maken. We zijn weer terug thuis. Ik zal toch blij zijn als deze fiets gemaakt is. Maar daarvoor moet je eerst natuurlijk bij de fietsmaker haken en die ligt helemaal aan de ster. De mensen staan niet weten liggen. Of denk ik wel eens, de ster is een domein waar je kunt spelen. Dat dingen allemaal. En ja, dat is wel leuk daar. Maar het fietspaleis ligt daar veel te ver vanaf. Dus moeten we er eerst geraken natuurlijk. Hopelijk vond je dit een leuke video. Doe dan zeker duim omhoog, geef je abonneer. En morgen gaan we naar de Ketnetour. Ja, ik kijk echt naar uit. Dus laat maar komen. Ik ga zich dan nog even haar zelf te wassen. Dus laat maar komen.